This is number one. Ja, mensen, we zijn vandaag eens een keer in België in Turnhout. Laten we zo meteen zien waar het allemaal ligt. En we zijn hier op de kermis natuurlijk. Het is nu nog half gesloten, dat is wel jammer. Kijk, ik zie achter de brede is het nog gesloten. Maar ik plak zo meteen de beelden ertussen. Ik hoop dat die zo meteen gaat draaien natuurlijk. We gaan eerst dan even, ik ga eerst even het andere plein doen, maar ik plak de beelden gewoon tussen. We beginnen gewoon hier. Let's go. Turnhout ligt dus in België, dat zie je wel. Het is België bij de rode stip ongeveer. Het is een kleine stip, maar hè, dat maakt niet uit. Zoek even de stip en dan weet je waar Turnhout ligt. Waar staat er? Let's go. Dit is het allernieuwste spel. En daar gaan we, mensen. Zing maar lekker mee. Daar gaan we. Raad de attractie met veel actie. Doe het nu. Raad de attractie met veel actie. Doe het nu. Raad de attractie met veel actie. Doe het nu. Speel maar lekker mee. Ja, het is eigenlijk een heel simpel spelletje, hoor. Ja, ja. Jij moet gewoon raden welke attractie het is. Weet jij het? Nou, en moeilijk was het niet deze keer, want het is Breakdance nummer 3 van Lauwers. En daar gaan we nu mee verder. Ja, dit is de enige Breakdance nummer 3 die in België reist. Ja, het is die van Lauwers. Ja, met best wel belabberde ritten. Best wel slechte ritten ook wel. Want ja, of de kruisen staan te zacht, of de schijf staat te zacht. Het is altijd wat. Snelheid zit er niet in, alleen het laatste... Ja, de laatste paar seconden van de rit, daar zit een beetje snelheid in. De rest is de rit gewoon, ja, echt gewoon best wel slecht eigenlijk om te noemen. Ja, ik doe dat niet graag, een attractie zo negatief neerzetten, maar het is gewoon niet anders. Het zijn gewoon echt trage ritten. Het lijkt wel of het een pretpark breekt en ze is zo traag draait. En ja, volgens mij, als ik me niet vergis, zijn we echt op de kermis. En mag er wel wat waard in zitten. Ook de show is echt, nou, matig. Laten we het ook matig houden. Er zit ook geen stroboscopen aan de attractie, waardoor je ook geen show kan neerzetten, ook s'avonds niet. Rookmachine, ja, volgens mij hebben ze die ook helemaal niet hier. Nee, een beetje een matige breakdance. En dat is wel heel erg jammer, want met deze machine moet je gewoon maximaal draaien. Dat maakt deze machines vet, want persoonlijk vind ik een breakdance nummer 3 beter, leuker en krachtiger als een breakdance nummer 1. En ja, daar kan je dus voordeel uithalen bij deze breakdance. We gaan snel verder, mensen, want anders wordt het te negatief. Want ondertussen zijn we het plein van de breakdance verlaten en zijn wij onderweg naar het grote plein, de grote markt hier in Turnhout. En komen wij deze mooie, leuke wip tegen, de Lambada. Opvallend is altijd dat hier in België de wipjes iets harder draaien als in Nederland. Ja, dat is gewoon de normen, zeg maar, de reglementen die hier in België iets soepeler zijn als in Nederland. Daarom draaien ze hier dus iets krachtiger als in Nederland. Zo zie je dat ook wel een beetje aan deze wip. Al moet ik zeggen dat deze wip niet zo hard draait als ik in het verleden andere wippies gezien heb in België. Deze draait toch ietsjes trager. Misschien omdat het overdag is en er veel jonge mensen, jonge kinderen op de kermis zijn. De rest, mooie wip voor mensen. Kijk, schitterend. Thank you.
Daar is de high energy booster voor Turnout. Ja, ja. Het is een booster gebouwd bij KMG, in Nederland is dat, in Neden. En ja, KMG is daar altijd onder bekend om attracties te bouwen die, ja, heel veilig zijn natuurlijk, goed draaien, maar vooral snel op te bouwen zijn. En daar is deze booster echt een voorbeeld, goed voorbeeld in, want ja, deze booster staat gewoon heel snel opgebouwd. En opvallend is dat de ritprijs hier €5 is. Dat is niet veel voor een booster, dat is echt gewoon normaal. Zo is het bijvoorbeeld in België, België, Nederland en in Duitsland zo. Nou, dat is gewoon een goede prijs. En bijvoorbeeld die breeders die we net tegenkwamen, die is dan 3,50. Dat is wel vrij hoog. Ook bijvoorbeeld in Nederland, als je dan in de breeders gaat, is die maar €3 vaak. En soms zelfs nog goedkoper, een 2,50. Maar hier dus 3,50 voor een breakdance. Ja, ja, dat is best duur. Maar dit is dus een mooie booster. Kijk, daar gaat hij weer vol gas. Ja, ja. Mooi hoor. Ja. Met Eye of the Tiger op de achtergrond. Hoor dat, Eye of the Tiger? Inmiddels zijn we aangekomen bij de Polyp, de Aqua Riesen Polyp, staat hier ook altijd voor vast, hier in Turnhout. Dezelfde eigenaar is dit als de breakdance die we net tegenkwamen, Lauwers. Opvallend uit deze Polyp is natuurlijk dat hij 4 gondels per kruis heeft. Eén Polyp die ik weet heeft dat nog meer, en dat is de Die Kraken Polyp uit Duitsland. Deze is dat dus ook, dus uniek, want de meeste hebben er gewoon 5 gondels aan een kruis. Deze dus 4, waardoor de capaciteit dus iets lager is. Wat ook opvallend is aan de rit van deze polyp, is dat de kruisen hier enorm hard kunnen draaien. Echt, ja, behoorlijk, behoorlijk rap hoor. En dat is toch wel uniek voor deze polyp. Want ja, ik heb het nog niet zo vaker gezien bij andere polypen, dat die gondels zo hard draaien. De polyp is gebouwd bij Zwartkopf, in Duitsland is dat. Duitsland Zwartkopf heeft meer van dit soort attracties gebouwd, ook voor deze polypen. En in België reist er nog eentje, die is ook van Lauwers, familie volgens mij voor elkaar. Maar die ziet er heel anders uit en die heeft dus wel 5 gondels aan de kruis. Deze polyp komt er ook steeds beter uit te zien. Inmiddels, ja, is al een tijdje, zijn alle gondels vernieuwd, geresteld. En dat is toch wel mooi, want we hebben ze nog niet allemaal gezien aan het draad. En ik vind het netjes eruit zien hoor. Netjes, en er komt ook steeds meer led aan de polyp. De nette polyp. En we gaan even een dansje doen. Het dansje was maar voor korte duur, want we zijn alweer aangekomen bij de volgende grote maakzaak. Want we moeten gewoon even lekker snel door natuurlijk. Dit is de number one, een bedoelig gebouw bij Sobema in België. Eigen makelarij hier in België. Dat is leuk natuurlijk. En met leuke snelle ritten. En wat ik ook leuk vind hier bij deze attractie is dat er goede interactie is. Er lopen vrolijk personeel op de werkvloer die goede interactie biedt met de inzittenden, de passagiers. Passagiers. Nee, ja, de kermisklant natuurlijk. En dat is natuurlijk hartstikke leuk natuurlijk. En ja, dat maakt het toch wel uniek. Ik moet zeggen, volgens mij hebben deze bedoelen wel eens met betere shows gezien als nu. Volgens mij heb ik hier een paar jaar geleden was ik hier ook een Turnhout en dat was een veel betere show als nu. Dat is wel jammer. De show mag nog wel iets beter hebben. Meer met een microfoon, een beetje praten en zo. Ja, dat vind ik altijd toch wel leuker als een beetje van die jingletjes erin rassen. Want dat kan iedereen natuurlijk. Dus dat zou nog wel verbeterd mogen worden. Maar het is gewoon een leuke bedoeling. En je ziet het, hè. Je zit toch best wel snelheid in, hè. En hier hebben we de oude scooters van Thomas, als ik het goed uitspreek, Thomas. En uniek aan deze oude scooterbaan is dat er van die palen in te staan. En persoonlijk vind ik dit wel een van de mooiere oude scooters die er in België rondreizen. Dus dat is wel heel mooi natuurlijk. Tegenover de oude scooter staat dan de Popcorn Party, een attractie gebouwd bij Sobema in België natuurlijk. Hè, dat is eigenlijk ook al bij de bedoelen. En is daarna aangepast bij KMG, want er moesten 2 gondels af, zeg maar. En dat heeft dus KMG gedaan in Nederland. Omdat, voor zover ik weet, was Sobema toen failliet gegaan. En toen hebben ze dat dus bij KMG laten
een mooie attractie. En wat is het eigenlijk? Is het nou een breakdance? Het lijkt wel op een breakdance. Hij wordt ook soms verpacht als een breakdance. En dan staat er breakdance, hè, zeg maar, als type attractie. Maar ja, het is voor mijn weten gewoon een unieke zaak. En een popcorn party, ja, dat is dus een type attractie ook. Maar je kan het wel vergelijken met een breakdance. Dat betekent dus dat er hier twee breakdancers hier op de kermis staan als je dat gaat doen. Uniek aan deze zaak is dus dat hij met de kruisstang omhoog kan. Echter heeft het niet veel effect op de rit zelfs, vind ik persoonlijk. Want ik heb een onride gedaan in Brugge vorig jaar. Wil je die zien? Onride. Even kijken op dit kanaal. Kan je hem zien? Heb ik hem even gedaan. Hè? Dan zie je hoe die interactie is, zeg maar. Voor de rest is het een mooie, snelle machine. En wat nieuw is, dat heb ik tenminste nog niet gezien, is dat de kruisstangen verlichting hebben gekregen. En dat is dus LED-verlichting. En dat vind ik altijd mooi hoor, LED-verlichting. Ik hou daarvan. Wat ik wel grappig vind aan deze kermis is dat naast de grote autoscooters staan de kleine mini-autoscooters. Dat is toch wel leuk verzonnen hier in Turnhout hoor, vind ik. Ah, zo mensen, dat was Turnhout. Zo'n leuke kermis in principe. Alleen veel kindermolens. Er waren wel heel veel. Drie stuks, volgens mij, even uit mijn hoofd. Op elk hoek één van de grote plein. Dit is de kleine plein. En dan zie je ook gelijk dat het een stuk rustiger is. Het ligt een beetje verder weg van het grote plein, zeg maar, waar de meeste zaken staan. Dat is natuurlijk jammer. En dan natuurlijk ja, twee soort breakdance-achtige apparaten. Hè, de breakdance nummer 3. En dan ook nog de popcorn party. Is een beetje veel misschien van het goede. Eindcijfer van deze kermis 8,2. 8,2 schitterend cijfer. Kijk voor meer op dit kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer. De ballen. Look at this.